Pirouette? Ja, is dat zo moeilijk? Wat doe je nou? Wat doe je? Ja, je moet je niet aanstellen bij mij. Thunder, sta even stil. Ik heb strikjes voor je geknutseld en nieuwe feestbeschermers. Kijk dit, ze matchen. Kijk, die heb ik zelf gemaakt. Vind je ze mooi? Ah, mijn been, sukkel. Kijk uit. Boe, boe. Boe. Je paard schrikt helemaal. Boe. We gaan hier weg. Kom op, Snow. Ga lop. Waarom zit een varken in de bak? Ga weg. Man, stinkt. Rustig, Snow. Het is maar varken. Ga lop. Juist. Pirouette? Ja, is dat zo moeilijk? Kom op. Dit is Tiffany. Ze is een echt paardenmeisje. Eerder een trut. En dit is haar vlies, Snow. Het is een wit vlies, dus dat betekent dat hij waarschijnlijk heel duur was. Want die zijn super zeldzaam. Kom, Snow. Deur af. Galop en uitgestrekt. Niet naar de rechter, galop links. Laat maar. Ik ga wel iets anders doen. Aangezien jij ineens niet meer normaal kan rijden. Hoi, ik wil nu onmiddellijk het springwedstrijd van het Ruiterfestival doen. Weet je zeker dat je kan springen zo hoog met de... Ja, dat weet ik toevallig heel zeker, mevrouwtje koekenpoutje met je gare groen haar. Je lijkt wel Shrek. Ha! Dat wordt dan 10 euro. 10 euro? Zo weinig, dan moet je heel slecht zijn. Alsjeblieft. Nou, zo moeilijk kan het niet worden hoor. Kom maar, pony. Ja. Huppakee, happakee. Wat doe je nou? Wat doe je? Ja, nee. Dikke doei. Ga gewoon verder. Kom op. Ja, je moet je niet aanstellen bij mij. Hinderlijk paard. Juist. Zo wil ik het graag zeggen. Snow! Bijna gefinished. Ja, mensen, jullie kunnen het zien. Tiffany is echt een verwende trut. Ze denkt dat ze alles is en dat ze alles maar kan flikken. Pardon, mevrouw. Waarom lopen hier allemaal varkens? Oh, nou, wij zijn tegen het varkens mishandelen. Dat ze allemaal van die hokjes moeten. Ja, maar toevallig hinderen we die varkens. Dus doen ze maar lekker weer terug in die hokjes. Oké, Tiffany. En dit is Maya. Maya is ook een echt paardenmeisje. Maar dit keer geen trut. Wauw, dit is Tiffany de paard. Volgens mij heeft ze die nu net 2 weken. Hallo. Ik mag je niet aaien, sorry. Dan gaat ze me echt vermoorden. Maar jou kan ik gelukkig wel aaien, schat. En dit is Thunder. Thunder is, nou ja, een soort van haar eigen paard. Niet helemaal, hij is officieel nog van de manege. Maar ze leest hem en verzorgt hem elke dag al voor 5 jaar lang. Ze hebben een goede band. Thunder, sta even stil. Ik heb strikjes voor je geknutseld en nieuwe peesbeschermers. Kijk eens, ze matchen. Kijk, die heb ik zelf gemaakt. Vind je ze mooi? Kom maar mee. Maya was altijd super lief en geduldig voor haar paard. Daarom heeft ze hem ook heel goed kunnen leren springen. Hey, kan ik de trailer vandaag even pakken? Ik wil even ergens anders proberen te rijden. Ja hoor, waar dan? Ik zat te denken aan... de rij al gewoon een keer? Ja hoor, als je daar goed kan trainen. Toppie. Zo, kom maar. Ja, je ziet het. Thunder heeft niet een super mooie draf of zo, waarbij die als een echt dressuurpaard loopt. Daar heeft Maya hem ook niet in getraind. Ze heeft hem getraind om goed te kunnen springen. We springen dit hek altijd. Goed zo, netjes. Braaf. Kom, laten we eventjes met de trailer gaan. Nou, ik vind Snow toch niet zo leuk. Bedoel, die Friese kan helemaal niet springen, man. Maar ik ben bijna jarig, dus ik ga aan papi vragen of ik een nieuw paard mag. Ik wil dan een professioneel springpaard of een professioneel dresseur. Oh, die varkens moeten echt weg. Waar was ik? Ik wil dan een professioneel springpaard of dressuurpaard of zo. Of gewoon iets professioneels en niet zo'n dom manegeponietje.
Zoals jouw paard. Pardon? Ja, jouw paard lijkt al op een starterman. En die van jou ook. Hup, wegwezen. Oh, je setje is wel duur. Heb je die van Capitale die ik heb? Yep. Skeer, mijn is van Gucci. Wacht, ben jij Tiffany? De rijkste meisje die er is? Ja, en ik ga niet met skeere mensen om zoals jullie. Dus kunnen jullie hem even met rust laten? Ugh. Veel te skeer, man. Wat voor deo gebruiken ze wel niet? Ze stinken, man. Ik draag altijd Gucci en Nike Pro parfum. Tiffany, we hebben een vraag. Ach, ga weg, man. Kunnen we nog iets voor je doen? Ja, haal die varkens hier weg. En dan moeten jullie ook weg, want jullie zijn ook half varken. Mam. Hallo, je kan ook normaal praten tegen de dames hier, hè? Ja, tegen de dames wel, maar niet zoals mannen. Hè? En wat is er met je been gebeurd? Mannetje toch? Groot ongeluk met de paard, daarom rij ik niet meer. Oké, maar dat boeit me oprecht vraag. Stop met mij te stalken, man! Bah, ik kan er ook niks voor mezelf doen. Tiffany, mogen we geld van je heen of mag ik een keer op je paard? Ja, mijn paard komt te koop, want ik krijg een nieuwe van papi. Als je 100 miljoen euro hebt, kan je hem overkopen. Anders niet. Waarschijnlijk niet, want je bent scared. Hoi, Snowpopo. Je bent wel lief, Snow, maar je kan niet springen. En ik wil springen. Ga weg! Nou, ik ga jullie maar gewoon negeren, hoor. Ik ga gewoon lekker mijn paard opzadelen. Tiffany, mogen we alsjeblieft wat geld? Nee, het geld groeit me niet op de rug. Nou, eigenlijk wel. Is dit letterlijk een briefje van 5 euro op je rug? Hou je mond, ga weg! Kom mee, Snowpo. We gaan niet weg. Ik ben helemaal klaar met dat meisje. Papi, papi! Oh, wat is er, mijn allerliefste? Papi, dat meisje stalkt mij! Ga weg! Papi, ik wil een nieuwe pony. Het moet een professionele springpony zijn. Ik ben helemaal klaar met dresseur en Snow, je kan niks van springen. Nou, laat eerst eens even zien dan hoe die springt. Oké, kijk, dit lage hekje van 80 zou die gewoon moeten springen, toch? Ja, dat kan elk paard. Kijk! Hij wil niet, hij is kapot! Oh, schatje toch? Weet schatje, je bent zelf binnenkort jarig, je mag zelf een nieuw paard kiezen. Waar dan ook. Oké, dankjewel papi. Ugh. Nu moet ik sowieso nog een week wachten met jou, omdat je... Mijn verjaardag pas over een week is. Moet ik nog even dressuur rijden, maar daarna heb ik wel een supercool paard. En zo ging Tiffany op zoek naar een nieuw paard. Welk paard zou ze nemen? Pardon, Herman! Er liggen hier allemaal zakken op de grond! Ga er niet zo staan alsof jij ook van die zakken bent en ruim het lekker op, man! De paard struikelde er bijna over dat de blessure door jou. Pardon? Ben je ook nog eens doof? Dankjewel. Kom maar, de drafbalkjes... Goed zo. Thunder was een heel braaf paard, maar werd soms nog een beetje enthousiast. Oh, rustig. Ga maar gewoon over de drafbakjes heen draven. Ah, Thunder, altijd doe je dat. In galop eroverheen. Je hoeft niet te hoog. Oké, dat was dan ook weer niet hoog genoeg. Zo, nu hebben we goed warm gereden. Laten we naar het echte werk gaan. Juist. Ho, Thunder. Eigen schuld, dikke bult. Daar kom je toch niet uit. Nou, kom maar. Ho. Nou, ik snap het ook wel ergens. Je bent de rij al niet gewend. Nog één keer? Ja, dit gaat niet werken. We gaan terug naar Sinfield. Die stomme Herman ook. Ik ga even kijken naar een paardje die ik ga kopen. Even kijken hoor. Nou, nu weet ik niet of ik wel zo eentje wil hoor. Even kijken. Eww, jullie neus is allemaal super lelijk. Jullie moeten je echt schamen dat jullie zo uit jullie moeders buik zijn gekomen hoor. Ah, allemaal friesjes. Oké, dit is een bandenfries, maar die zijn meestal krijgen punten aftrek. Omdat het dan zeker een mixje is en dat is lelijk. Jij bent een slechte fries, want jij hebt witte voetjes of zo. Alright, maar wat ben jij? Jongen, je lijkt op een red velvet cake of zo. Of op een andere cake, cheesecake of zo. Jij bent op zich wel mooi, maar je lijkt op veel op het paard die ik nu al heb. En wie koopt er nou weer een bruin fries dan? Weer een zwarte? Oh my days. Ga even wat origineels bedenken of zo. Ik ga even ander kijken. Ik heb geen Arabier of zo. Die kunnen niet meer dan, weet ik veel, 20 kilo tillen of zo. En waarom,
Waarom zijn alle paardjes lelijk? Jullie zijn allemaal saai. Eeuw. Jij bent echt wel een beetje gaar. Doei, pony. Ik ga bij die andere paarden kijken. Oh! Herman! Wat heb ik nou gezegd over dat je niet zo daar als een zak moet staan en die zakken opruimen? Waar is Herman überhaupt? Nou, die lui donder kan niet eens een zakje opruimen, man. Wauw. Jij bent zo mooi. Een bond spring / dressuurpaard. Mevrouw, hoe duur is dat? Oh, kijk uit, sorry, mijn paard is echt druk. Hoe duur is dat bonte paard daar? Die is 50 miljoen, zo, sorry. 50.000 euro, want het is een professionele springer en dressuur. Plus kan ook nog heel goed cross. Ja, oké, die wil ik. Denk ik hoor. Maar, oh, wat een schatje. Oh, mijn tees, pakkie, pakkie, pakkie. Je staat wel lelijk, maar met een zwaarder bit of zo kijk je echt wel mooi. Ja, you are the one. Jou ga ik kopen. Je krijgt een mooi huis, pony. Maar eerst even daarheen. Eerst even naar de bak toe, hoor. Ga ik tegen papi zeggen welk paard ik wil. Of nou ja, waarvan ik denk dat ik hem wil. Ik ga nog een beetje verder kijken, hoor. Papi. Papi, ik heb zo'n mooi paardje gevonden. Hij is professioneel in dressuur, cross en in springen. En weet je nog dat ik zei dat ik al graag een springpaard wil? Nou, dat is een springpaard. Oké, schat. Hoe duur is hij? Is maar 50.000 euro. Dan moet ik nog even over nadenken, schat. Dat is best wel veel geld. Ugh, het is niet alsof het te weinig is of zo voor jou, of te veel bedoel ik. Nou ja, anyways, ik ga wel verder. Ik ga even een springwedstrijdje doen met jou. Hey, hoi, ik kan een springwedstrijd doen nu. Waarom heb je een zweep bij je? Omdat mijn paard toevallig een zweep nodig heeft. En ik wil het dus tijd. Nou, hup, zet de hindernissen maar klaar. Kom op, schiet op, beest. Ugh, gaat echt veel te slow. Hup, dikke klap op de kont. Want je moet wel doorlopen. Oh mijn days, Tiffany is dat paard gewoon oprecht aan het mishandelen met die zweep. Arm Dirk, zie gewoon al afdrukken op die kont en van die sporen. Snel mijn telefoon pakken en filmen. Misschien komt het nog wel van pas. En hup. Ja, hier overheen. Huppakee. Kijk paard, zo moeilijk is het niet. We moeten gewoon de snelste tijd. Hup. Sneller. En hap de plaatsje, pets. Kijk eens. Paard! Ben je normaal sodemieters, man. Dit is echt waarom ik een nieuw paard wil. Ik verdien een dikke tik. Huppakee. Ja, we hebben bijna de snelste tijd. We hebben hem bijna. Wat doe je nou? Hey! Hij houdt door. Huppakee. Pets op de kont, man. Mijn paard slaat op hol. Oh, mijn flipflapflipsaus. Hou op met rennen. Ik ga heel boos worden hierna, hè. Kom op, beest. Ga stoppen of zo. Oh, mijn days. Hoe moeilijk is het? Niet zo hard. Ik heb helemaal geen controle meer. En nog geen evenwicht meer. En straks val ik nog. Hou op. Stop. Zo hinderlijk. Weet je wat? Ik ga je niet eens verkopen. Ik stuur je gewoon meteen door naar de slacht. Man, we gaan nu terug. Ik zet je in de stand en ga ik me thuis omkleden. Zo embarrassing. Even kijken of er nog leuke mensen zijn om een groepswedstrijd mee te doen. Hey meiden! Hey Erika! Hey! Willen jullie een groepswedstrijd doen? Ik ben op zoek naar een paar mensen en ja, jullie zijn degene die ik tegenkom. Ja hoor, gezellig! Oké, we mogen de beste winnen! Let's go! Oh, geef niet, Thunder! Kom maar, we halen ze toch wel in. Woehoe! Oh, mijn paard is niet zo snel hoor. Ja! Nou, die van mij is wel snel, maar ik bedoel, de tactieken zijn nog niet helemaal goed. Erika, ik hou je hier rustig in, hoor. Ja, mijn fjordje is nog niet zo goed getraind voor de sprongen. Nou, die van mij vindt ze ook nog lastig, dus geen zorgen. Kom maar, goed zo. We zijn al bijna klaar. Jippie, derde. Oh, ik ben laatste. Maar het maakt niet uit, het was gezellig. Nou, dat was super gezellig, meiden. Ja, inderdaad. Dan ga ik weer verder. Doeg. Doei. Hey meisje, mooi paard. Dank je. Kom maar.
Ugh, die andere kleding was echt helemaal vies. Nou ja, ik heb natuurlijk allemaal nieuwe kleding. En deze kleding kost ook 200 miljoen euro of zo waarschijnlijk van papi gekregen. Maar ik heb ook echt hele mooie paardjes op de markt gezien. Ik denk dat ik al weet welke ik ga kopen. Maar ja, dan moet ik wel ook eventjes nog op Snowy rijden. Want anders is het echt wel zielig hoor als ik zomaar wegga. Dan denk Snowy echt van, wat de flip zelfs, waar ga jij ineens heen? En dan ga ik ook even Snowy de vlechten uithalen. Want die zijn al kapot oud en lelijk. Kom maar Snowy Powy. Dan gaan we nog eventjes kijken bij de bak of daar nog iets leuks te doen is. Of ze eindelijk een beter springparcours hebben ofzo. Want ik heb ze allemaal al uitgereden. En bovendien, nu kan je extra mooi springen. Want je manen zijn helemaal los. Hallo, mag ik even een springoefeningetje doen? Ja hoor. Oh, dit is wel hoog, Foxy. Maar ik weet dat jij dit kan. Dit hebben we al wel getraind. Rustig, controle. Ik snap dat je het leuk vindt, Fox, maar je kan niet te hard gaan. Geef niet, mijn fout. Ja, je ziet het. Maya was super lief en rustig tijdens het trainen. En ze zei meestal dat het door haar kwam, omdat meestal liggen de problemen ook niet aan de paarden. Zo, kom maar. Netjes zo, Thunder. Je doet het braaf. Ik weet dat je het moeilijk vindt, jongen. Hé, is dat Tiffany? Hey Tiffany. Oh, weer iemand die mij kent die ik zelf niet ken. Is dat paard toevallig van jou? Oh, nou, soort van. Ik lease hem hier op de manege. Hij kan wel goed springen, hè? Ja, ik ben de enige die hem heeft bereden sinds 5 jaar. Hij is best wel pittig als je niet weet hoe hij rijdt, dus ja. Maar het gaat wel goed nu. Ha, wat een poeplelijk paard, zeg. Man, je zou maar een vos hebben en dan ook nog eens gevlekt. Je bent echt een loser. Oh, oké. Nou, sorry dat ik het zeg hoor, maar jouw paard is redelijk basic. Het is gewoon een wit paard. En als er ook maar één vlekje op zit, is hij ook al bont. Net als die van mij. Wie denk je wel niet dat je bent dat je zo tegen mij praat? Met je neppe strikjes. Waarschijnlijk zijn ze nog niet eens van satijnen stof. Hoeft ook niet, ze zijn hartstikke mooi. Ik heb niet zulke dure spullen nodig om mooi te zijn, net als jou. Want zonder dure spullen ben je niks. Dit ga ik tegen papi zeggen! Doe maar, wat gaat hij doen? Oh, wacht maar af. Moet ik nu bang zijn, Tiffany? Zeker. Nou, dat ben ik niet. En weet je, ik heb misschien wel een minder mooi paard of minder groot paard. Maar ik kan tenminste beter springen. Dat vries van jou is hartstikke lomp. Hoe durf je? Alle bonte paarden zijn lelijk. Pardon? Bovendien ben ik een veel betere ruiter dan jij. Ik kan beter springen, beter dresseren, beter alles. Oh ja? Nou, laten we dan maar een wedstrijdje doen. Prima! Maar op 1 voorwaarde. Degene die wint, krijgt andermans paard. Ja, dat gaat me wel lukken tegen jou. Oké. Dit zal je duur komen te staan, want je bent hartstikke skeer en je kan geen eens een nieuw paard kopen. Oké, dan niet. Daar gaan we. Ben je klaar om te verliezen? Zeg jij. Kom op, jongen. Ik weet dat je dit kan. Kijk hoe ver ze al achter ons is. Ha. Kom op. Je kan deze bosjes wel. Goed zo. Dat meisje is sneller, maar ik heb een betere tactiek. Oh, rustig. Dat is niet eng. Kom op. Goed zo. Kom op, nu moeten we haar inhalen. Mij inhalen is onmogelijk, schat. Oh, dat gaan we zien. Kom maar. Goed kijken waar je loopt. Kijk uit. Juist. Beetje overdreven, maar kan wel. Juist, braaf. Oh, geef niet. Tiffany, ga wat langzamer of zo. Hoezo? Maak je zorgen dat je gaat verliezen van mij? Lekker. Wat is dit voor sprong? Die is onmogelijk. Kom op. Oh, Thunder, kom op. Wat is er nou? Waarom doe je zo? Je kan het wel. Ze is aan het verliezen, mensen. Ze is zo slecht. Goed zo, jongen. Het is oké, het is oké. Maakt niet uit dat je fout hebt gemaakt. Gewonnen! Wat? Nu al? Kom maar! Die wedstrijd was te lastig. Die heb ik nog nooit gereden.
Ja, je had nooit gezegd dat we geen cross mochten doen. Zo, jouw paardje wordt nu van mij. Nou, dat kan helemaal niet, want het paard is niet eens van mij. Wat? Jij bedrieger! Papie! Dit is jouw pony niet. Leugenaar, je bent een cheater. Nou, jij had zelf een cross race afgesproken met die vrouw, terwijl we zouden springen. Ach, wat maakt het ook uit? Dat lelijke poepaard hoef ik toch niet. Maar ik ga wel wraak nemen. Pas maar op. Let op mijn woorden. Oké. Hashtag main character. Snow, goed gedaan hoor. Ik weet dat je niet de beste paard bent als het gaat om springen als in parcours. Maar in crosswedstrijd weet ik dat je die zou winnen van elk paard. Zelfs van die domme Thunder. Ik moet wel wraak hebben. Want het is niet eens haar eigen paard. Ze heeft er wel een goede band mee. Nou ja, ik heb vast nog wel op een idee. Ik ga even bij de kraampjes sorteren spullen kopen, hoor. Ik heb al 5 dagen geen ding meer gekocht boven 100 euro. Hallo? Heb je toevallig ook iets boven 100 euro hier? Ja, deze kapitale cap. Eeuw, dat is echt veel te scare voor mij. Niet precies 100 euro erboven. Sorry, dat verkopen wij hier niet. We zijn gewoon een manege. Een hele skere manege bedoel je? Jullie hebben echt niks, man. Boomer. Pardon? Waarom zegt iedereen altijd pardon? Ik ga even een wortel kopen. Ook al zijn die niet boven 100 euro, mijn paard verdient wel wat. Alleen dan mag hij niet te veel, dan wordt hij dik. Lieverd. Oh, hey man. Ik heb een beetje slecht nieuws voor je. Wat? Hoezo slecht nieuws? En mag ik een bos wortels voor mijn paard Snowpaw? Ja hoor. Dat wordt dan 3 euro voor een hele bos. Wat? 3 euro? Lieve schat, die wortels zijn 50 cent waard. Voor 3 euro haal ik 500 broodjes bij de Aldi. Doe niet zo skeer, man. Huh. Hier heb je 1 euro, meer krijg je niet. Tjoelaas! Nou, kijk. De manege is een beetje in geldnood. Dus we moeten een van hun paarden verkopen. En er is een kans dat Thunder wordt verkocht. Wat? Hoezo? Wat? Thunder verkocht? Aan wie? Omdat je Thunder zo goed hebt getraind, is het een professioneel sportpaard haast. Daar kunnen ze heel veel geld voor vragen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat het een ander paard is, schat. Want ze hebben hier nog betere paarden dan Thunder. Ik bedoel, die is nog lang niet de beste van de hele Sunfield manege. Ik bedoel, kijk naar al die professionele dressuurpaarden daar. Die kunnen ook verkocht worden. Ja, je hebt gelijk. De kans is echt minuscuul dat die wordt verkocht. Ik hoop van niet. We hebben wel een goede band. Ja, maar ik dacht ik vertel het je eventjes. Maar je weet dus nog niet aan wie? Nee, dat moet nog bepaald worden en zo en kijken wie je wil kopen. Dagen verstreken en de zomer kwam steeds dichterbij. Maar doordat het zo lekker warm weer werd, wist Thunder dat hij veel meer leuke dingen zou mocht doen. Dus werd hij extra druk. Thunder, ho, wat doe je nou allemaal? Klaar! Rustig jongen, je botst tegen al die paaltjes aan, gekkie. Maya had er natuurlijk geen problemen mee, want ja, zij vond het soms ook wel grappig. Thunder, niet doen! Ho, 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 ah niet zo! Thunder is maar een varken, kom op. Goed zo, netjes een rustige galop. Oké, iets harder mag wel. Maar harder dan dit gaan we niet hoor. Thunder! Nee, dan niet. Gelukkig wist Maya precies wat ze moest doen om Thunder te helpen. En hem even wat rustiger te maken. Hè? Rustig. Kijk Thunder, halstertje om en kom maar! Ja, goed zo! Maya wist dat Thunder dit spelletje super grappig altijd vond dat hij haar moest volgen. En dat ze dan ineens ging stoppen, dus hij ook. Thunder, kom maar! Juist! Want nu kon Thunder haar niet meer afgooien. En dat wist hij. Ja! Braaf. Mag ik er nu weer op zonder dat ik er word afgegooid? Ja? Oh, Thunder. Niet stijgeren. Ik wist niet dat je dat trucje kon. Nou, kom. Nu ga ik echt weer erop. Want je moet natuurlijk wel aan het werk, hè? Ja, kom maar. Galop. Goed zo. En draf. En galop. Netjes, Thunder. Maar als je dit dus niet vaak genoeg deed, ging je weer raag helemaal raar doen. Thunder!
Maar dit was inmiddels al 5 jaar lang zo met Thunder. Dus Maya wist hiervan. Want als hij dit niet deed, leek hij op een perfecte paard. Maar Thunder was helemaal niet zo perfect. Het was eigenlijk gewoon nog steeds een super ondeugende manegepony. Kijk eens wie we daar hebben. Maya de flipping bij. Ugh, ze lijkt ook wel een beetje op een bij. En dat is geen compliment. Kom maar, Snowy Powie. Laten we even een hartig woordje met haar spreken. En kijken hoe slecht haar pony het doet. Zo'n irritant beest. Thunder, niet doen. Gekkie. Kijk eens, ze heeft het beest niet eens onder controle, man. Laat ik haar maar even flink irriteren en pesten. Thunder, klaar. Anders gaan we gewoon weer dat spelletje doen. Oh, je hebt zo'n dom paard. Oh, nou, hij doet dit alleen maar soms, hoor. Verder is het een prachtig paard. Ja, kan ik zien. Ah, hou toch op. Je maakt hem alleen maar drukker zo. Oh, waar wordt hij nog meer drukker van? Als andere paarden zitten te galopperen of zo in de bak, maar dat maakt niet uit. Oh, weet je wat ik dan kan doen? Ho, Thunder, jouw paard maakt mijn paard druk. En wat zou er gebeuren als ik nu keihard zou rondgalopperen? Niks bijzonders, hoop ik. Ho, Thunder, rustig. Ah, ben je sukkel. Kijk uit, straks trapt mijn paard jou nog. Nou, het is jouw verzekering, hoor. Ho, Thunder, rustig. Ah, ga toch weg, Tiffany, je bent hartstikke hinderlijk. Boe! Ah, je paard schrikt helemaal. Rustig, mijn Thunder. Kom, we gaan hier weg. Man, je klinkt als een aap. Oh, wat is het ook een sukkelmeisje. Maar er staat hier nog iets veel vervelenders haar te wachten. Uit de wraak. Niemand, maar dan ook niemand, gaat Tiffany clearen zonder gevolgen. Zo, we hebben lekker rustig gewoon nog even een buitenrit hierna gedaan. Gelukkig deed dat je wel goed. Oh, lieverd, daar ben je. Oh, hey mam, wat is er? Ik heb een beetje slecht nieuws. Oh ja, wat is er? Thunder wordt verkocht. Wat? Nee, dat kan niet. Ik lease hem al voor 5 jaar. Als je een pony leest, kan hij niet verkocht worden. Wel, ze wordt gekocht door de vader van Tiffany. Wat? Tiffany gaat Thunder kopen. Ze kan helemaal niet op Thunder rijden. Die is hartstikke druk. Ja, sorry schat, maar ik heb er ook niks meer over te zeggen. De manege heeft het geld nou eenmaal nodig. En dit paard, ja. De ouders van Tiffany bieden namelijk maar liefst 2 keer zoveel geld dan normaal. Wat? Nee, dat kan niet. Dat gemene kleine heeft dat expres gedaan om mij te pesten. Ze vindt het paard niet eens mooi. Nou, dat weet je niet. Jawel, want ze heeft hem nog uitgescholden ook. Ik ben hier weg. Kom maar mee, Thunder. Ik beloof je dat ik een manier ga vinden dat ik je terug kan halen, oké? Want ik laat je niet heel veel langer met die Tiffany. Want daarna word je toch weer verkocht door haar, omdat ze je saai gaat vinden omdat ze weer terug wil naar dressuur of zo. Maar helaas, wat Maya ook probeerde om Thunder te houden, haar ouders konden er verder ook niks aan doen dat de pony door de manege werd verkocht. Ze was er helemaal kapot van. Super verdrietig. Ik heb hem gekregen van papi! Hey Maya, kan je even aan de kant gaan? Ik kom even aan mijn paard halen. Jij smerig kreng. Niet dat soort taalgebruik hier, hè jongens. Dit is een kinderserie. Doe even normaal, man. Je hebt gewoon expres Thunder gekozen. Ja, natuurlijk. Waarom zou ik het per ongeluk doen? Dit krijg je ervan als je mij uitdaagt. Oh, je dacht echt dat je van mij kon winnen, hè? Hoe kan je dit iemand aandoen? Je bent gestoord. Nou, eigenlijk niet. Jij bent gestoord, want jij durfde met mij Lucy te bekrijgen. En ik heb zo'n goede band met haar opgebouwd. Ja, nou, dat is niet mijn probleem. En wat is dat voor bit? Dat is hartstikke zwaar en scherp. Ja, maar hoe moet die anders mooi lopen? Jij kan die beest niet trainen, dus doe ik het zelf. Train je op deze manier al je paarden met zo'n bit? Ja, tuurlijk! Wat denk jij dan? Dat ik het op een natuurlijke manier doe? Boeien je dat hun ruggen kapot gaan? Ik hou ze toch niet langer dan 1 jaartje. En ik gebruik ook rocker, want dat is veel handiger. Oh ja, en ik zaag. Maar ja, dat is allemaal niet jouw probleem, want het is niet meer jouw paard. Wacht! Wat? Je gaat niet zo met mijn paard om. Sorry schat, maar er staat toch echt op papier dat het mijn paard is. Je bent verschrikkelijk. Ik zal alles eraan doen om te zorgen dat het niet van jou is.
Ja, oké, leuk voor je. Dat is niet mijn probleem. Je bent echt gemeen. Wist je dat? Ja, dat heb ik al super vaak naar mijn hoofd gekregen te smeten. Nou, doei! Kom, pony. Ik heb geen zin om te lopen. Ah, ik ga eindelijk springen. Maar eerst moet ik even inlopen. Even inwandelen. In de bak. Wat verschrikkelijk dat het kreng Thunder nu heeft. Hij verdient het niet. Oh, mijn arme pony toch. Ik vraag me af hoe het nu met hem gaat en wat ze allemaal met hem aan het doen is. 5 jaar lang kende ik hem en dit is hoe het moet eindigen voor ons. Nou ja, het einde is er nog niet, want ik ga proberen, maar het wordt moeilijk. Oh, Thunder, ik mis je zo. Ik ben natuurlijk wel een beetje lief, dus ik laat je eerst nog een beetje zo lopen, maar je moet je hoofd al meteen een beetje meer naar beneden doen dan normaal. Ja, zo, kijk, pony, zo moeilijk is het. Wat doe je nou? Hou eens op. Hallo. Doe even normaal, hé. Helemaal een sodemieter, de mensen kijken naar ons. Even kijken of er nog iets leuks te doen is bij de bak. Thunder, hou op. Je bent zo vervelend. Hé, hey, is dat Tiffany met Thunder? Oh, dit moet ik zien. Hou op! Ik ga dit opnemen als bewijs. Tiffany trakte heel hard in de mond met dat superscherpe bit. Thunder kreeg er zelfs wondjes van in de mond, dus werd hij alleen maar drukker van. Hallo, ik krijg toch geen bit, dat betekent stoppen! Ja, niet zo! Hup! Juist, zo ja! Is dat nou zo moeilijk? Thunder! Wat, ze doet roken? Hoe kun je zoiets aandoen bij een paard? Dit is niet mooi, een galop. Hoofd naar beneden en naar achter. Juist. Netjes, dit is wat ik wil. Is dit zo moeilijk? Ik neem alles op. Je bent zo irritant, ik ga hier weg. Ik ga morgen wel weer op je rijden, maar nu heb ik echt geen zin. Ik ga gewoon bijrijders huren. Shit, snel bukken. Dit heb ik allemaal opgenomen. Hopelijk komt het later nog een keer van pas. Chop chop poepees. Zo poepees. Nu heb ik gereden en helemaal niet lekker. Ik snap niet hoe dat kind jou leuk vindt. Ik ga even op mijn nieuwe PlayStation 5 Red Dead Redemption spelen. Doei pony. Oh Snowy Poey, je was zoveel fijner. Echt hinderlijk. Man. Ik heb helemaal hoofdpijn van het beest gekregen. 2 paren zitten monster in douwen en lekker achter de PlayStation. Oh, ze heeft hem in de stal gezet. Ik ga nog even wat ander bewijsmateriaal maken. Zo, even kijken. Ze heeft met dat super scherpe bit in die mond gezeten. Er moet wel iets te zien zijn, toch? Hé, lieverd, ik ben er. Doe je mond eens open. Er zit allemaal bloed en wondjes nu achterin. Wat zielig. Geen zorgen, Thunder. Ik ga zorgen dat ik je daar snel wegkrijg. Maar eerst moet je nog even volhouden. Ik maak hier snel foto's van. Zo. Oké, daar zo. Juist. Goed zo. Rustig, jongen. En ik zeg het je. Binnen misschien... Ik weet niet hoe lang het gaat duren. Maar het wordt niet super lang, oké? Ik ga proberen zo snel mogelijk jou terug te krijgen. Dat beloof ik. Arme Thunder. Werd helemaal mishandeld door Tiffany. Door Roker... Dat betekent dat je de mond en de rug helemaal verkeerd gebruikt. Waardoor de nek, ja, wat sommige mensen mooi vinden, maar heel krom gaat. Te ver achter de loodlijn. Ah, maar ik mis het rijden wel. En ik wil een oplossing vinden waardoor ik het Thunder terug kan kopen. Hoi. Ja, de pony waar ik op reed, die is verkocht, Thunder, dus het zou fijn zijn als ik nu een ander paard mag berijden, want ik had er wel een contract voor 2 jaar nog. Och hé, ja Thunder, dat was jouw paardje. Je had zo'n sterke band, ik vind het echt sneu dat ze weg is. Je mag wel op Dark Eagle, dat is een soort Lusitano in de tweede stal links. Hoe is die? Nou, hartstikke braaf dier, doet nooit wat, is echt gewoon bomproof. Gewoon braaf paard waar je tijdelijk op kan rijden, misschien vinden we daarna een betere voor je. Oké, dank u wel. Oh, ik mis hem zo. Oké, tweede stal links. Oh, je bent wel een schatje, maar je bent heel anders dan Thunder. Dat zie ik nu al. Maar ik zal je daarom niet judgen. Kijk eens, lekker worteltje.
Lekker, hè? Ik ga even lekker op je rijden. Nu kan ik echt heel ver met je rijden. Je bent namelijk een goed paard met een goede conditie en die lekker rustig is. Ergens ook alweer handig. Ik bedoel, als ik dit op Tinder had moeten doen, dan was het een ramp geweest. Kom maar mee. Op zoek naar een baantje waar ik heel veel geld mee kan verdienen. Ah, oh, ik zie dat je hem gevonden hebt. Een schat is het, hè? Ja, hartstikke rustig. Echt heel anders dan Tinder. Fijn, maar ik mis het wel. Snap ik. Maar ze rijdt ook lekker. Zo, kom maar. Ik ga even op zoek naar een baantje. Dan kan ik kijken of ik Tinder ooit nog terug kan kopen. Een baantje voor een paard, schat. Dat duurt misschien wel 2 jaar lang. Ja, tenzij ik geluk heb een heel goed baantje vind. Maar de kans is klein. Maar weet je, ik zal blijven werken voor Tinder. Echt mooi hoe bijzonder band jij en een paard hebben. Dank u wel. Kom maar mee. Een kraampje? Nee, dat verdient lang niet goed genoeg. Ik ga even in Jarla en Mond kijken. En zo ging Maya op zoek naar een baantje die lekker veel verdiende. Hoi, ik had een vraagje. Ja? Bent u nog op zoek naar iemand die een beetje een baantje voor kan doen? Ja, maar kijk, het ding is, ik ben op zoek naar iemand die mijn veulens later zadelmak kan maken. Maar die zijn over 3 jaar pas ready om daaraan te beginnen. Dan kunnen ze ze voor 10.000 euro verkopen en dan kan jij de winst hebben en dan kan je daar de helft van krijgen. 3 jaar? Nee, dat duurt me te lang. Doei! Oh, oké. Wel een goed idee, though. Misschien is er wel iemand anders die een veulen heeft die graag zadelmak wil hebben. Misschien bij het café. Hey! Ik zag jou wel eens rijden. Jij werkt toch op een fokkerij? Ja. Ik vroeg me af of je nog op zoek bent naar iemand die uw veulens misschien zadelmak kan helpen maken of zo. Ja, dat wil ik wel. Maar mijn veulens die zijn nu nog maar 2 jaar oud en ik wil pas beginnen als ze 4 zijn. Dus over 2 jaar misschien kan je dan? Ik weet dat het een lange tijd is, maar ik heb niks anders voor je. Dank u wel. Ik hou het in mijn achterhoofd. Oké, is goed. Even nog een serveerster vragen. Hoi mevrouw. Ik ben op zoek naar een baantje. En ik vroeg me af wat je hier dan kan doen en hoeveel dat een beetje verdient. Ja, je kan hier wel serveerster worden. Kok kan je denk ik niet, want je hebt daar geen diploma voor, toch? Nee, nee. Nou, je kan hier op zich wel serveerster worden en dan... Hoe oud ben je? 18. Ja, dan kan je ongeveer, denk ik, per uur 18 euro verdienen. Nou, je verdient dan ongeveer, laten we zeggen, rond de 1000 euro per maand. Maar dan moet je wel fulltime werken. Ja, daar heb ik echt geen tijd voor. Ik heb ook nog heel veel school en ik heb ook nog een studie. Snap ik hoor. Heel veel meiden vinden dat ook net iets te veel. Maar ik hou het in mijn achterhoofd en misschien kom ik wel, want alle kleine beetjes helpen. Echt waar. Oké, dank u wel. Ondertussen reed Tiffany gewoon nog op Snowy, want ze vond Tinder helemaal niet mooi. En bovendien, ze had Tinder alleen maar genomen om Maya pijn te doen. Wat een gemeen kring. Zou Maya überhaupt wel een baantje vinden om Tinder terug te kunnen kopen? Of zou die voor altijd bij Tiffany blijven en daarna weer toch worden doorverkocht? Misschien kan ik ook lekker op een boerderij werken. Dan kan ik lekker buiten zijn en met dieren. En dat vind ik ook iets leuker dan serveren. Even vragen. Kom maar. Braaf. Tinder was nooit zo over een bruggetje heen gegaan. Allemaal pompoenen. Hier is volgens mij wel veel werk te doen. Hoi mevrouw Dorit. Ik ben Maya. Kijk. Ik heb natuurlijk allemaal leuke klusjes voor jou. Maar ik kan je niet garanderen dat ik een goede baan heb voor je die echt goed betaalt. Want hoe oud ben je, schat? Ik ben 18 jaar. Ja, kom maar even mee. Want... kijk, ik heb allemaal klusjes voor 13-jarig oudere meisjes en zo. Want ja, dan per klusje verdien je misschien 3 euro of zo. En dan doen ze 5 klusjes op een dag. En dan, dan hebben ze 15 euro verdiend natuurlijk. Maar dat is denk ik niet genoeg voor jou. Maar ik zie ook dat u heel veel paarden heeft daar. Kan ik daar niet iets mee doen? Lesgeven of zo? Nee, sorry schat, daar heb je echt een diploma voor nodig. Ik ga niet zomaar mijn leerlingen les laten geven, sorry. Maar ik heb heel veel ervaring. Ik kan heel hoog springen met mijn paard. Ja, maar dan weet ik nog steeds niet of je goed kan uitleggen aan kinderen. Maar mevrouw, per les verdient u zeker wel 500 euro. Want ik kan les aan meerdere kinderen tegelijk geven. Ik bedoel, een groepje van 5. En dan betalen ze 10 euro per persoon.
Nou, 50 euro in de pocket. En dan doe ik 5 lessen. Heb je al veel meer. Daar zeg je maar wat. Hoeveel wil je dan van het geld? Nou, liefst 20% van de opbrengst. Ja, ja, dat vind ik terecht. Want jij doet natuurlijk ook heel veel. Yes. Hebben we dan een deal dat ik 20% van de opbrengst krijg? Ja, ja, we hebben een deal. We blijven in contact. Oké, ik app je wel wanneer je kan. Is goed. Dan kan je misschien beginnen over 2 weekjes of zo? Ja hoor, ik heb alle tijd. Toppie! Doeg, doeg! Doeg! Zelfs dan ben ik misschien wel een jaar lang bezig om geld te verzamelen. En ik weet dat Tiffany haar paard er nooit lang houdt. Dus misschien verkoopt ze hem wel aan iemand door die meer geld wil geven of zo. Ik weet het niet. Ik vind het zo spannend. Maar ik zal niet opgeven. Hey Erika! Maya! Hey girly paps! Hey! Wat zie je eruit? Het is geen hand, jong! Heb je het al gehoord dat Tiffany Thunder heeft? Oh ja, natuurlijk, schat. Oh, sorry, het is zo erg. Het spijt me zo erg voor je. Ja, ik ben nu op zoek naar een baantje of zo, maar echt letterlijk alle baantjes. Bijvoorbeeld met veulens doen. Ja, daar heb ik binnen 2 maanden het geld al binnen of zo. Of nou ja, een half jaar. Aha. Maar die veulens worden pas allemaal over 2-3 jaar bereden of zo. En dus dat valt sowieso al af. En dan, ja, heb ik een baantje bij de boerderij gevonden. Maar dan ben ik alsnog een heel jaar bezig. Ik bedoel, het verdient echt goed hoor, niet daarvan. Maar ik ben er zo lang mee bezig. En dan, misschien verkoopt Tiffany hem dan alweer door. Mij toch? Ik heb denk ik wel een oplossing voor je. Oké, maar niemand mag het weten, oké? Kom hier. Oké, dus dit is het plan. Maar hoe moet dat dan? Oh, gewoon makkelijk zo. Dat is geweldig. Gevaarlijk, maar geweldig. Je bent een genie. Nou, hup, snel inschrijven jij. Zal ik doen. En zo gingen Erika en Maya zich inschrijven voor... Voor wat gingen ze zich eigenlijk inschrijven? Oh, wat een geweldig goed idee, Erika. Op deze manier krijgen we Thunder sowieso terug. Nou ja, als we winnen... Ja, dat is waar, maar weet je, jullie band is zo sterk. Jullie winnen vast wel. Ja, hopelijk wel. Hoi, ik ben Maya, ik ben 18 jaar en ik wil me graag inschrijven voor de wedstrijd van volgende week met Stormy, waarbij je 10.000 euro kan winnen. En ik wil me ook inschrijven. Ik ben Erika, ik ben 18 jaar ook en dit is mijn paard Fjordara. Fjordara? Ja, afgestampt van het ras. Je weet dat het wel 200 euro inschrijfgeld is? Ja, is goed. Dat hebben we wel. Is goed, meiden. Ik schrijf jullie in. Mag ik ook je e-mailadres? Dan mailen wij nog eventjes de exacte tijden naar je door. Ja, Maya @... Oké, nou, dankjewel. En mijn e-mail is erika.l @... Oké, dan hebben we die ook. Oké, dan mag je hier je handtekening neerzetten. Ja, alsjeblieft. Ik ook! Alsjeblieft. En dan zie ik jullie dan. Is goed, dank u wel. Is dat je paard Stormy trouwens? Nee, Stormy ziet er wel anders uit. Maar Stormy is een selle français. Ah, prachtige paarden. Ja, hè? Nou, wij moeten gaan. Hey, doei. Doeg. Doei. Oké, dus het plan nog 1 keer herhalen. Jij pakt stiekem Thunder, zegt dat het Stormy is, gaat de wedstrijd in bereden, krijgt de geld en dan koop je hem over. Ja, als het maar lukt. Ik bedoel, ik weet niet eens of het wel legaal is. Nou, daar komen we dan vanzelf wel achter, hè? Ja, daar heb je gelijk in. En ik moet wel op Thunder. Ik bedoel, dat is het enige paard waar ik op kan winnen. Daar heb ik zo'n band mee. Als ik op Dark Eagle zou gaan, ja, Dark Eagle kan helemaal niet zo hoog springen. Ja, je moet het tegen niemand zeggen en vergeet al helemaal niet dat je continu Stormy moet zeggen. Geen Thunder! Dan hebben ze je meteen door. Iedereen kent het paard van Tiffany inmiddels. Oh, ik hoop echt dat Tiffany dit niet ontdekt. Volgens mij hopen we dat allemaal niet, Maya. Het is de enige manier om te winnen en Thunder terug te krijgen. Ja. En zo had Maya het plan gekregen om stiekem op Thunder als Stormy te gaan rijden om dan de prijs te kunnen winnen om Thunder terug te kunnen kopen van Tiffany. Hoe zou dat aflopen? Oh, ik heb echt zo slecht geslapen, echt zenuwachtig. Maar ja, ik heb even zo'n ruiterpakje aangedaan. Ik heb niet de allermooiste ter wereld, maar ik bedoel, ik rijd normaal gesproken nooit wedstrijden. Dus ik had die van 3 jaar geleden gepakt. Nou, snel naar Thunder toe. Of nee, ik moet hem nu even Stormy noemen. Anders gaan mensen hem natuurlijk herkennen. Oh, Stormy!
Kom op, we zijn bijna te la... Stormy? Waar is ze? Oh nee, waar kan ze heen zijn? Ze kan niet ver zijn, toch? Je gaat me niet vertellen dat Tiffany een wedstrijd met hem aan het rijden is. Oh nee. Stormy? Dit kan niet waar zijn. Hoi, hey. Hoi. Heeft u misschien mijn paard gezien, Stormy? Een vossenbond. Nee, sorry. Oh, chips. Hallo. Hebben jullie mijn paard gezien? Het is een vossenbond. Nee, sorry. Waar kan die heen zijn? Oh nee, ze zijn ook al begonnen. De jury zit al klaar. Oh. Mam, heb je Thunder gezien? Voor wat heb je Thunder nodig? En waarom draag je een wedstrijdpakje? Maakt nu niet uit. Ik was verstopt of zo. Ik weet niet. Heb je gezien of niet? Nee, sorry. Oh nee, hebben jullie Thunder gezien? Waarom vraag ik het aan jullie? Dit is tijdverspilling. Hallo? Hebben jullie misschien een... Oh, die stomme rotvarkens ook altijd. Hebben jullie misschien een snelle Français gezien? Een vossenbond. Ja, ik heb hem gezien. Serieus? Waar? Met Tiffany gingen ze hun buitenrit maken als zaal. Echt? Wanneer? En waar ging ze heen? Oh, gisteren gingen ze naar het bos. Ja, ik zag haar toen ook gaan. Ja, ik zoek hem nu. Ik heb wel een meisje gezien met een snelle Français. Waar? Ja, ik ging bij de bakken rijden bij de paardenmarkt. Dankjewel. Oh my days, eindelijk iemand die een beetje nuttige informatie hebt. Maar het is een snelle Français. Het kan natuurlijk elk paard zijn. Oh. Kijk uit! Man. Thunder! Ik bedoel Stormy. Meisje? Oh, waarom is dit paard de hele tijd zo raar aan het huppelen? Dan houdt hij het bit vast. Maakt niet uit. Waarom rij je op de paard? Hoe heet hij? Oh, het is Thunder en hij is van Tiffany. Ik heb er €50 betaald om een half uurtje op te mogen rijden. Dus als je me even excuseert. Ik heb hem nu nodig. Ja, sorry hoor, maar volgens mij is dit niet jouw paard. Oké, wat nou als ik jou €100 geef? Ik luister. Want dan kan jij daar 2 keer van rijden, dus een heel uur. Wacht, 100 maar. 150? 200. Deal. Oké, ik moet wel even het tuig meenemen hoor. Ja, dat snap ik. Dit tuig is van Tiffany zelf. Geef het geld dan. Ja, hier. Waarom de flipsaus heb je trouwens €200 op zaak? Dat is best wel scary. Oh, ik was van plan om een jarlijn te shoppen. Kijk, ik heb net dit nieuwe setje gekocht. Oh, vandaar dat je zo'n raar wedstrijdsetje aan hebt. Nou ja, ik ga er maar weer vandoor. Lekker mijn nieuwe €200 spenderen. Doei! Doeg! Hey Thunder, ik ga snel mijn tuig halen. Oh, ik moet opschieten. Oké, snel tuig. Klaar. Kom maar. Oh, wat mis ik dit gevoel. Je gangen zitten zo lekker. Nou, snel naar de wedstrijd. Hopelijk ben ik nog op tijd, anders winnen we het geld niet. Oké, kom maar, Thunder, Stormy. Hallo. Ik ben Maya met Stormy. Oh, is dat Stormy? Die lijkt op een paard die ik ken. Ja, zelfde ras, hè. Zelfde Français, die lijken allemaal op elkaar. Ben ik nog op tijd? Ja, je zou als derde kandidaat meedoen. Maar je kan misschien nog wel met de laatste meedoen. Maar dat is een kleine kans. Ik kan het voor je navragen. Dat zou heel fijn zijn. Ik wacht wel even. Oh, kunnen we niet meer meedoen misschien? Hoe moet ik je dan nog houden? Oh, Thunder. Maya, kom maar. Ja? Je kan nog meedoen. Je bent nog op tijd. Maar je moet nu rijden. Oké, is goed. Ga maar de ring in. Ja. En zo ging Maya op het laatste nippertje de springwedstrijd doen. Maar zou ze wel winnen? Ze had immers die crosswedstrijd met die vriendinnen ook niet gewonnen. En dan nu Maya en Storm. Ah, gelukkig heb ik het nog net op tijd gehaald. Ik moet zeggen, ik ben best wel zenuwachtig, want ik heb dus al een klein tijdje niet meer op je gereden. Maar het moet goed komen. Kom maar. Juist. Je hebt de meeste paarden al gehad. Goed zo, dat doe je echt netjes. Ongelooflijk. Nog steeds geen penalties. Ja, dubbele. Goed zo. Oh, deze komt niet uit. Oh, die was een beetje vroeg. Kijk uit, hoge. Deze er samen doorheen. Juist. Blijf zo. Maar blijft dat wel zo? En blijft het foutloos? Scherpe bocht. Lekker Thunder. Laatste scherpe juist. Nog heel even. Deze haalt,
Je doet het netjes. Zijn bijna klaar. En daar gaan ze. De dubbele sprong. Zijn ze klaar voor de laatste sprong? En stop de tijd. Goed gedaan. Ik ben zo trots op jou. En geen penalties. Maya en Stormy hebben gewonnen. Eerste goed zo, Thunder. We hebben gewonnen. Geen penalties plus de snelste tijd. Wauw, dat had ik nooit verwacht. Het trainen was het dus echt waard. Kom eens even hier, meisje pijsie. Oh, ja hoor. Oh, jij hebt het zo knap gedaan met je paard Stormy, toch? Ja, Stormy. Nou, de hoofdprijs €10.000 wordt zo snel mogelijk op je rekening gestort. Goed gedaan, Stormy. Ik ben zo trots. Ik vertel het zo aan mama. Ik zet je eerst terug in de stal, voordat Tiffany het door heeft. Oh, snel tuig af. Oké. Oh, dankjewel lieve Thunder dat je toch nog mee hebt gedaan. Hier, een appeltje in het hooi verstopt. Eet die maar op. Niet aan Tiffany vertellen, hè? Doei, je bent binnen no time weer van mij. Eerst naar mama toe. Mama! Oh, lieverd. Waarom zag ik jou net op Thunder rijden en waarom heb je wedstrijdkleding aan en waarom zag ik net op mijn telefoon dat je daar aan het rijden was? Op je telefoon? Nou ja, oké. Okay. Weet je nog dat ik op zoek was naar geld om Thunder terug te kunnen kopen? Ja. Oké, nou, ik had dus een geniaal idee. Ik heb Thunder even stiekem meegepakt en heb toen die wedstrijd gewonnen waarbij je €10.000 kon winnen. Vandaar. En ik heb gewonnen met Thunder. Zo'n hoog parcours. En best wel moeilijk. Maar helemaal zonder penalties. Plus nog eens de snelste tijd. Gefeliciteerd, meisje. Maar het is echt niet netjes dat je zomaar een paard meeneemt. Het was niet zomaar. Ik heb een meisje ervoor betaald. Ik weet niet of dit de handigste oplossing was, Maya. Maar fijn dat het voor je heeft gewerkt. Nu kunnen we misschien wel Thunder terugkopen. Ja, ik ben zo blij. Als je het geld op je rekening hebt, kom dan maar naar mij toe. Dan ga ik zorgen dat we Thunder terug kunnen kopen. Dankjewel. Geen probleem, schat. Je wil niet weten hoe graag ik Thunder ook terug wil hebben. Ik heb gezien hoe Tiffany hem behandelt. Is dat niet Walker wat ze doet? Volgens mij wel, maar ik bedoel, ik kan er zelf nu niet heel veel aan doen of zo. Nee, dat is waar. Jammer, hé. Maar ik ga nu even lekker uitrusten thuis, want ja, het was wel een zware dag natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ga je maar lekker omkleden. Dank je, mama. Hou van jou. Hou ook van jou, schat. Zo, even lekker douchen en opfrissen. En even een nieuw setje kleding aan. Ik ga even mijn joggingsbroek aandoen. Daar heb ik echt zin in. Ik ben ook zo blij dat ik heb gewonnen. Wie kan heb ik het eindelijk daar? Thunder terugkopen? Net degene die ik zocht. Tiffany, wat moet jij nou weer? En ik dacht dat je Snowy had verkocht. Ja, nou nog niet. Ik wou nog even houden in de mocht van papi. Ik heb iets over jou gehoord. Maya de Paya erbij. Oké, wat dan? Nou, Emily de Pamily heeft mij toevallig verteld dat iemand met superwit haar haar paard over heeft gekocht / leend. Voor flipping €200. Huh? En heel toevallig hoor ik nu dat van mensen dat jij, Maya, met een celle français, een vossenbond, een wedstrijd hebt gewonnen. En kijk eens wat je nu draagt. Dus hou maar op met liegen en innocent spelen. En geef hier maar die hoofdprijs. Hij is van mij. Nou, dat dacht ik dus even niet. Ik heb kapot hard getraind met Thunder. En ik heb hem zelf gereden. Want als jij hem had gereden, had ze sowieso niet gewonnen. Nou, nee. Het is mijn paard. Plus, ik hoorde dat het €10.000 oplevert. Dus die prijs is van mij. Oh, ben jij een loser. Nou, daar geloof ik dus helemaal niks van. Nee hoor, want Thunder is van mij. Wat betekent dat mijn paard een wedstrijd heeft gewonnen met mijn hoofdprijs? Dat betekent dat ik lekker €10.000 heb. En die ga ik nu claimen. Nee, wacht. Dan ga ik met je mee. Is goed, veel plezier. Hou me maar bij. Met die irritante stem. Leiding, leiding, mevrouw. Oh, hoi Tiffany. Ik heb een heel zwaar, zeer zwaar, erge mededeling. Deze Maya de Bij heeft mijn paard Thunder, oftewel Stormy, genakt van mij. Wat betekent dat ze eigenlijk gestolen heeft? Helemaal niet, ik heb ervoor betaald. Ja, nou dat boeit me niet. En vervolgens heeft ze die wedstrijd met mijn paard gereden onder een andere naam, waardoor het lijkt alsof het niet mijn paard is. En
Ja, dus mijn paard is mijn rijden, dus mijn geld, toch? Ja, officieel gezien wel. Daarvoor ga ik even naar de regels kijken. Hallo, wij zijn hier een supercoole video aan het opnemen en jij zit te stijgen met zo'n raar sterretje om je heen. Ja, dat dacht ik. Ga maar weg. Tiffany, we zijn een video aan het opnemen. Je mag niet zeggen dat we aan het opnemen zijn. Boeien. Oké. Nou, ik heb even de regels bekeken en ook even de managers. Zo. Ik heb even de regels bekeken en het management... Ik heb eventjes de regels nagekeken en het management gebeld. En daar staat toch echt dat de ruiter de prijs krijgt. Want de ruiter, die zit daar te rijden en die bestuurt het paard. Wat? Dus je zegt me nu dat omdat dat wicht mijn paard heeft gehuurd, wat ik helemaal niet wou, maar dat is schijnbaar wel eens gebeurd, zij stiekem een wedstrijd met hem heeft gereden, waardoor zij reed, dus zij krijgt geld? Dat is precies wat ik net zei, Tiffany. Dit is zo oneerlijk! Wacht maar tot mijn papi dit gaat horen. Hij zal de regels voor mij wel veranderen. Vertel maar tegen je papi. Wat kan hij doen? Ineens de wet veranderen? Nou, mijn papi zit best wel hoog in de overheid. Ja, dus ook voor dieren en zo. Dat boeit niet. Hij betaalt wel. Papi! Papi, dit is gebeurd, oké? Kijk, ik heb dus, die domme Maya de Paya heeft mijn paard gestolen. En zo heeft ze dus uiteindelijk mijn hoofdprijs gewonnen. En dan staat er in die stomme regels van... Dan ga je naar Ruiter, die krijgt de prijs. Maar het is toch mijn paard, papi? Nee, de paardenpon staat hoger dan mij, schatje. Ik ga er niet over en ik kan ze ook niet omkopen. Want dan, dat is echt dikke fraude. Dan kunnen zij ontslagen worden en in de gevangenis komen. Wat? Papi, je bent echt de slechtste papi ooit! Ik ga dit nieuws aan mijn moeder vertellen. Mama, mama! Ja? Tiffany was boos, dus zijn we naar die gare leider gegaan. Oké, en toen? Nou, Tiffany was boos en claimde het geld omdat het haar paard was. Maar het is de ruiter die het geld krijgt. Echt waar? En kijk eens op mijn telefoon, mama. Het geld staat erop. 10.000 euro. Dat is geweldig, lieverd. Ik ga er meteen achteraan. Ik denk dat we Thunder morgen al wel terug hebben. Yes, dankjewel, mama. Nou, ga maar nu snel douchen en omkleden, want in zo'n ruikerpakje lopen is ook een beetje raar. Ja, mama. Yes. Oh, ik heb zoveel zin in morgen, Thunder. En zo ging Maya super blij naar huis. Maar... zou ze Thunder wel echt krijgen? Of zou Tiffany er nog een stokje voor steken? De volgende ochtend sprong Maya uit haar bed. Echt al heel vroeg. En ze schreeuwde uit. Oh, als het goed is, is Thunder vandaag van mij. Ik heb er zoveel zin in. Mama, mama, mama. Is Thunder er al? Oh ja. Over Thunder gesproken, lieverd. Wat is er? De ouders van Tiffany, die hebben besloten dat Thunder niet verkocht kan worden. Tiffany wil dat niet. En wat Tiffany wil, dat gaat. Maar het paard is toch helemaal niet van Tiffany? Die is toch gewoon van de ouders? Ja, dat is ook waar. Maar weet je, schat, je weet hoe die ouders van Tiffany werken. Als Tiffany iets wil, krijgt Tiffany het. Oh, dat krenk! Dat doet ze expres om mij te pesten! Ik weet het, lieverd, en ik vind het heel erg voor je, maar ik kan er ook niks aan doen. Dan blijft Tiffany voor altijd een mishandelen. Wat zei je? Ja, joh, dat kind mishandelt haar. Nou ja, ik heb nu geen zin meer om te praten. Ik ben hartstikke verdrietig. Wacht, wacht. Mishandelen, zei je? Ja, joh. Kijk, ik heb zelfs filmpjes. Laat eens zien. Kijk, ik weet dat het privacy schending is. Maar kijk, hier doet ze een rolkeur. Nee, lieverd, het is een publieke ruimte. Daar mag je gewoon filmen. Al beter. Maar kijk, daar doet ze een rolkeur, zit ze met die zweep keihard te slaan. En zie je die sporen? Ik zag al bij Thunder dat er wondjes zaten. Daar heb ik ook een foto van. Kijk hier. Dit is gewoon illegaal. Dit is echt een reden dat het paard verkocht moet worden. Ja, maar waarom zou de politie luisteren naar één getuigenis? Nou, ten eerste denk ik dat je bij de dierenbescherming moet zijn. En ten tweede, jij bent vast niet de enige die dit heeft gezien. Je kan het rondvragen van, wat vinden jullie van Tiffany aanrijden skills? Niet in een beetje een boze manier, maar gewoon van, hey, wat vinden jullie daarvan op een vriendelijke manier? Oké, goed idee, mama. Dat ga ik nu doen. Hoi. Oh, hallo. Hoe kan ik je helpen? Ken je Tiffany? Ja, zeker. Tiffany is een best wel goede ruiter. Ja? Wat vind je van haar rijdingskills?
Nou, ik moet zeggen, ze trekt een beetje in de mand, hè. Maar ik bedoel, ze rijdt op moeilijke en sterke paarden. Tss, dat zeg je alleen maar omdat je een werknemer van de vader bent, of niet? Hoe durf je? Hoi, ik ben Maya en ik heb een vraagje. Nou, zeg het maar. Vind je ook dat Tiffany echt zo supergoed kan rijden? Ik weet niet of je een goede vriendin van haar bent, hoor. En anders heb je het niet van mij gehoord. Maar persoonlijk vind ik dat ze heel hard is met de sporen. Ze hoeft helemaal niet dus met sporen te rijden en helemaal niet op haar nieuwe paard Thunder. Het is geen eens een dikke hengst of zo. Het is gewoon een lieve ruin. Ja, heb je die wondjes gezien? Nee, ik let er niet heel erg op of zo. Ik bedoel, er rijden hier heel veel verschillende mensen. De een rijdt wat harder dan de ander, maar ik ben het er niet altijd helemaal mee eens, moet ik eerlijk zijn. Ik had liever dat Thunder van iemand anders was. Heb je toevallig eens iets opgenomen dat ze wat deed? Nee joh, ik bedoel, we hebben hier camerabeelden of zo, maar verder dan dat niet echt. Oké. Kijk, misschien heeft de wedstrijdleider wel iets opgenomen of gezien. Die zijn altijd heel alert op. Dat is waar, zodra er ook maar een klein beetje van mishandeling wordt gezien, nemen ze het vaak op. Ik ga naar haar toe. Ik heb een vraagje. Ken jij misschien een Tiffany? Een Tiffany? Ja, ja. Ja, ik heb haar zien rijden op Snowy. Ja, dat is ook haar paard inderdaad. En wat vond u daarvan? Om heel eerlijk te zijn, verschrikkelijk. Hoe ze met die zweep sloeg op die arme Snowy. Echt, hè? Daarom vroeg ik het u ook. En ik hoorde, omdat u een leider bent, dat u dat misschien heeft gefilmd en daarvan beeldmateriaal heeft. Is dat waar? Ja, we hebben een plicht om zoiets te filmen en te melden. Dat wouden we ook al gaan melden, maar ja, het is Tiffany. Oh ja, want ik ben echt super erg tegen dierenmishandeling. En daarom wou ik zeg maar die beeldmaterialen en zo gaan inleveren bij de dierenbescherming. Zodat ze iets tegen kunnen doen en misschien wel die paarden weg kunnen nemen. Nou, dat wouden wij ook al doen, maar als jij dat wilt doen, is het ook helemaal top. Oké, okay, zou u dan misschien dat beeldmateriaal naar mij kunnen sturen? En mag ik uw naam gebruiken? Nou, gebruik de naam van de hele vereniging maar. Die vader kan niks tegen ons doen. Wij zijn veel rijker dan hem. En we zijn onafhankelijk van hem. Daar hebben we voor gezorgd. Toppie, dit is mijn 06-nummer. App hem maar als je wil. Oké, okay, daar komt-ie. Dankjewel, hè. Yes. Joejoe. Doeg. Mama, ik heb een getuige gevonden en extra beeldmateriaal. Als we dit nu inleveren bij de dierenbescherming, gaat ze sowieso in de problemen komen. Laat eens zien. Je moet wel kijk, doorlopen. Verschrikkelijk hoe ze met die zweep staat. En met springen, dit is veel erger dan jouw beeldmateriaal haast. Kijk, maar dat is Thunder niet, dat is die Snowy. Ja, maar alsnog, het is Tiffany die rijdt en de ruiter krijgt de schuld. Dus ook de prijs. Hey, goed opgelet, dame. Ik stuur wel een appje naar de dierenbescherming en een mailtje. Stuur je beeldmateriaal naar mij? Ja, is goed. Dan hebben we nu beeldmateriaal van Thunder die wordt mishandeld en van Snowy. Yes, denk je dat ik dan Thunder misschien nog wel terugkrijg? Ja, grote kans, maar het zal iets langer duren. Yes! Oh, Thunder, ik ben zo blij dat ik je terug heb. Ik kan haast niet geloven dat het is gelukt. We hebben gewoon gewonnen van die gemene pissenie. Oh my days! Chicky! We hebben gehoord wat er is gebeurd. Dat je zo tegen mishandeling hebt en dat je daarom je paardje hebt gekregen. Oh, jullie hebben de sterkste band van de wereld misschien wel. Ja, klopt. Ik ben ook super blij dat die mishandelaar is weggehaald. Ze mag nu alleen nog maar rijden in lessen en zo. Serieus? Oh, wat een loser. De rijkste kind van stal, die moet zo rijden. Ja. Ik ben het helemaal mee eens. Peter verdient dat wicht ook niet. Kom, laten we anders samen een buitenrit maken. Ik wil sowieso al een buitenrit maken met Thunder. En met des te meer, des te leuker, toch? Ja, gezellig! Laten we gaan. En zo ging Maya samen met een groepje een leuke buitenrit maken. Door de bossen en door de velden. Samen met haar lieve paard Thunder. En zo zie je maar weer. Als je iets echt heel graag wil en je werkt er hard voor, dan lukt het je uiteindelijk. Maar je moet er wel je best voor doen. Nu geef ik wel als advies om niet dingen te doen die misschien illegaal zijn, zoals paarden stelen. Want wat ze eigenlijk had gedaan, is niet helemaal legaal. Maar omdat het een video is, kan het. Trouwens, ik heb een paar ideetjes gebruikt uit de zomer van Zoe. Ik heb toch mijn eigen twist aangegeven, waardoor het wel een beetje mijn verhaaltje is. Dit was alweer de video. Hopelijk vond je het leuk. Ik wil heel graag Caroline Lavensteel bedanken. Clara Tightstrong, Lana Mystery Moon. En natuurlijk Emma Lavensteel, onze beste deelnemer. Neergrapje.
Klik op het plaatje in het midden voor nog meer leuke en spannende video's. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Doeg!